Hey, kijkers van Ik Ben Je Game. Welkom bij een nieuwe episode van de Minecraft Let's Build. En ja, jullie zien dat ik hier deze boom hier staat. Vlak voor de ingang van het huis. Dat is natuurlijk helemaal niet handig, maar het was wel even mooi voor de thumbnail van de vorige episode. Ik heb hier ook even wat varens geplaatst. Ja, voor de thumbnail, maar die varens en het gras, dat ziet er gewoon leuk uit. Maar die boom staat wel in de weg. Dus die gaan we. Ja, die gaan we wel houden, maar. Ja, gewoon even op een andere plek doen. Denk ik. Als er ruimte voor is, eigenlijk. Ik weet niet zeker of dat zou kunnen. Maar oké, we willen natuurlijk ook even het pad afmaken. Want je hebt hier deze trap en er is nog geen pad naar het huis. Dat is dus een beetje vreemd. We doen waarschijnlijk gewoon hetzelfde als daar beneden. Met polished granite en de site en diorite. Oké, doe gewoon even zo. Dus even kijken. Ja, het gaat hier over. Oh, wacht, dit is een beetje apart, hè? Gaat eigenlijk één blokje te hoog. Ja. Oké, dan doen we dat. En dan ook nog wat varens en zo. Om ertussen te doen. Oké. Dus. Zo. Zo. En. Oh ja, ik wil vandaag. Wil ik nog even aan het interieur gaan van dit gebouw. Ja, in de vorige episode zei ik aan het begin dat ik dat misschien niet wou doen. Maar ik denk toch. Dat het wel een leuk project is. Oké, ik weet niet of jullie het kunnen horen. Maar ik ben een beetje verkouden. Dat was trouwens ook al in de Minecraft Survival episode. En bij Rollercoaster Tycoon 3 was het niet zo erg met mijn stem. Maar nu weer wel een beetje. Maar ik geloof niet dat jullie het echt konden horen bij Minecraft Survival. Dus ja, dat is dan in ieder geval goed. Tenminste, niemand heeft er iets over gezegd. Misschien heeft iemand het wel gehoord. Maar misschien dacht hij gewoon van. Ja, of misschien maakt het die persoon helemaal niks uit. Maar ja, als jullie een beetje wat aan mijn stem horen, dan ja, weten jullie dat. Oké, gewoon even dat pad, gewoon even heel simpel. En ja, hier willen we waarschijnlijk ook nog sneeuw en af en toe wat varens en zo. Maar dat is iets meer iets om off-camera te doen. Dus ja, nu gaan we gewoon beginnen aan, ja, ik wou eigenlijk zeggen de inhoud van het huis. Dat is een beetje een vreemde manier om dat te zeggen. Maar oké, ik ga. Dit eerst even afmaken. Dit hoort eigenlijk gewoon bij de muur. Dus dat had ik gewoon al kunnen doen. Zo. Oké, dat raam is nu een beetje op een vreemd niveau eigenlijk. Het zit zeg maar, als je hier staat, dan zit het gewoon bij je voeten. Of bij je benen misschien. En dan heb je er weinig aan. Dus misschien moet het eigenlijk juist niet. Ja, dat heb ik misschien even fout gedaan. Oké, ja, ik denk dat dat wel goed is. En dus dan, maar dan zou het plafond hier al komen. Nee. Weet je wat? We pakken gewoon even wat slabs. Waar? Oké, daar. Daar ook goed slabs. Want dan heb je tenminste nog 2,5 blokjes voor het plafond. Of is dat ook weinig? Het is weinig, maar het gaat wel. Oh ja, en dit ziet er nu apart uit. Dat kunnen we misschien fixen door zoiets te doen. Of misschien kunnen we hier bookshelves plaatsen of zo. Ik verzin denk ik wel wat ervoor. Ziet er nu natuurlijk heel raar uit. Maar we kunnen het niet aanpassen. Anders ziet het er de buitenkant minder goed uit. Natuurlijk hebben we wel een trap nodig. Ja, 2,5 blokjes is denk ik echt net genoeg. Het is wel echt het minimum. Want 2 blokjes, dat is al heel snel echt veel te laag. Oh, en hier weer een trap die een beetje voor het raam gaat. Jullie weten dat ik dat niet echt mag. Misschien gaan we zo. Kijken. Zo. Ja, dat komt wel goed uit eigenlijk. En is het niet echt voor het raam? Want kijk, wat is het nut van een raam als je er niet doorheen kan kijken? Omdat er een trap voor zit. Oh, dit is misschien wel cool. Ja, dat is misschien eigenlijk wel cooler. Dat is gewoon een beetje een soort van ondersteuning. Want dit. Ja, dit zie je zo vaak al. Dat is niet echt speciaal. Dit is gewoon leuker, denk ik. Oké, dat is wel goed, denk ik. En dan hier gaan we dus nog wat opdoen als we aan de tweede verdieping gaan beginnen. Om het een beetje te verbergen dat hardened clay, die bricks van de buitenmuur. Oh, oké, dus hier voor de vloer. Wat voor vloer ga ik doen? Misschien gewoon. Nee, ik denk niet dat ik het van dark overwood planks doe. Misschien meer van polished dingen. Polished granite misschien. Laten we even iets proberen. Ik weet niet zeker of dit iets is, maar dat is misschien leuk. Even kijken. Oeps. Zo. Nou, is misschien wel leuk. Ik maak het denk ik heel even af. Even kijken. Misschien is het wel wat. Maar,
Ja, nu is het wel echt zo'n. Het is nu echt zeg maar zo'n badkamervloer, weet je wel. Nee, dat is. Dit lijkt echt heel erg op tegels, vind ik. Dat lijkt me nou niet echt iets wat je hier gewoon op de begaande grond hebt. In de. Ja, gewoon de nedenverdieping, zeg maar. Ja, ik wou zeggen woonkamer. Het is natuurlijk nog niet echt een woonkamer. Maar dat is misschien wel wat het gaat worden. Misschien gewoon dit. Of misschien gewoon een. Oh, misschien een mengsel van. Dit en granite. Doen we dan een patroon of doen we het gewoon random? Dat is ook altijd een beetje de vraag. Maar dit is misschien wel leuk. Nu is het zeg maar iets minder degelijk, omdat je zeg maar ook nog wat gewoon een steen klei ertussen hebt. Ja, dat is denk ik beter eigenlijk. Ja, ik denk dat ik het zo ga doen. Dan hebben we wel gewoon houten meubels, voor hoever je meubels kan noemen. En hier doen we gewoon even een tafeltje en dan doen we boven nog bookshelves, denk ik. Dit moet dan waarschijnlijk gewoon een huis voorstellen van een. Nou, niet van een mijne, want die hebben denk ik niet zoveel. Ja, niet zoveel geld om zo'n huis te kopen. Maar misschien meer van een. Van de directeur of zo. Is vast wel iemand die hier zou wonen. Maar oké, hoe gaan we dit doen? We kunnen natuurlijk ook gewoon een pressure plate doen. Of, ja, dat is te hoog. Dat misschien. Nou, kijk, dat fans met een pressure plate is altijd wel leuk, maar de vraag is een beetje of het uitmaakt dat die kleuren hout anders zijn. Ja, ik weet niet zeker of dat vindt. Dit is waarschijnlijk ook wel goed. Oké, en dan misschien nog een stoeltje. Oh, wacht. Het zijn maar 2,5 blokjes, daar kan ik niet. Dus als er al één blokje op de grond staat. Dit wordt misschien een beetje lastig. Ik haal deze vier even weg voor nu. En als zo, misschien nog een tweede. Nee. Deze ziet er niet zo goed uit. Oké. Maar wat gaan we hier nog meer allemaal doen? Oh, misschien kunnen we een kelder maken. Oh, daar zal ik wel even naar kijken. Maar ik ga eerst gewoon het interieur van de begaande grond en de eerste verdieping maken. Ja, voordat we aan de kelder beginnen. Ja, het is hier nog wel een beetje leeg. En wat zouden we hier nog kunnen doen? Ja, bedden. Lijkt me meer iets voor boven. Het wordt dan meer de slaapkamer. Boekshelf zou ik hier eigenlijk ook doen. Maar weet je wat? Deze persoon heeft misschien gewoon een heleboel boeken. Dan doen we hier ook wat boekshelf. Want ik weet niet zeker wat ik met deze andere hoek wil doen. En hier is niet echt veel ruimte om iets te doen. En daar, ja, ook niet. Oh ja, we kunnen natuurlijk gewoon ergens een chest tussen doen. Chest. Crafting table. Dat is en blijft natuurlijk wel gewoon Minecraft. Je hebt wel gewoon een crafting table nodig. Oké. Zo. Gaan we hier iets met bookshelves doen of niet? Even kijken. Oh. Oeps. Misschien zo. Oh, wacht. Dit ziet er op zich. Ja, dit ziet er denk ik wel leuk uit. Oeps. En. Ja, is het nog te leeg? Nee, dat is misschien wel leuk. Ja, dat ziet er best wel leuk uit op een of andere manier. Misschien daar ook gewoon even. Even een bookshelf tussen. Maar ja, ik denk dat het zo wel vol genoeg is, zeg maar. Verlichting moeten we natuurlijk ook nog aan denken. Oké. Dit gaat even dicht. En dan bedden. En ik geloof dat het zo is met bedden. Als je dit hier neerzet, dan. Ja, het is nog niet echt goed verborgen. En kunnen we dit niet eigenlijk gewoon. Oh, dit kunnen we. Oh nee, dit kunnen we niet gewoon weghalen. Want dat. Ja. Dan zit het aan de buitenkant. Alleen dit blokje zou je kunnen vervangen. Dan kunnen we misschien zo doen. Ja. Ja, dat is, want daar onder het bed kan je nog wel een beetje zien wat er gebeurt, zeg maar. En dan doen we hier een soort. Ja, nachtkastje. Nachtboekenkastje eigenlijk. Oké, gewoon één bed. Mooi in het midden, denk ik. En dan hier gewoon een beetje. Random bookshelves. Ja. Ja, dat is denk ik wel goed. Het is misschien een beetje dicht bij het raam. Is misschien niet echt mooi. Wauw. Ik sloop allerlei dingen. Oké, gewoon zo random. Ja, dat is wel goed, denk ik. Oké, wat kan hier nog meer? Waarschijnlijk komt hier ook nog wel een tafeltje. En misschien willen we ook nog een soort van zolderverdieping. Ik heb daar wel een beetje een idee voor. Oh ja, hier zie je deze muur nog een beetje. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Misschien kunnen we hier gewoon. Overal waar we geen bookshelves doen, gewoon even dit doen. Ja, dat ziet er wel cool uit. En, oké, dus die zolderverdieping. Ik denk dat ik even.
Het wordt zeg maar, het wordt denk ik een beetje een halve verdieping. Dat je vanaf deze verdieping er nog een beetje in kan kijken. Dat is misschien wel leuk. En dan, ja, het is wel een zolder. Dus misschien hebben we gewoon een ladder ernaartoe. Nou, hier is eigenlijk wel ruimte voor een trap. Dus ja, dat kan ik dan net zo goed even doen. Zo. En zo en zo. Oké. Nee. Wauw. Ja, dat gaat dus echt niet werken. Ja, dus. Dat was niet zo'n goed idee. Daar had ik even niet over nagedacht. Maar ik denk dat we het ook wel hier kunnen doen. Hier 1, 2, 3. Het gaat net passen. En dat is misschien wel goed. Dan moet dat ook al weg. Ja, weet je wat? We hebben er misschien wel ruimte voor, maar. Ja, ik denk dat een ladder toch maar even handiger is. Dus dan doen we hier in het hoekje gewoon... Nee, dat kan niet. Dan doen we hier gewoon een ladder, denk ik. Zo. Oké. Is hier wel genoeg hoofdruimte of is het echt alleen op het stukje waar het raam zit? Oh nee, dit gaat makkelijk. Want ik wil natuurlijk niet door het raam gaan. Nee, zeg maar voor het raam bedoel ik eigenlijk. Want dan kan je er niet meer doorheen kijken natuurlijk. Oké, en dan kunnen hier ook nog wel wat meer bookshelves, denk ik. Dus misschien gewoon zo'n klein beetje. En dan in dat hoekje. Oh ja, ik wou eigenlijk misschien nog een tafeltje ergens. Oh ja, hier hebben we weer een beetje een probleem dat je hier de grond zou zien. Maar ik geloof dat als we dit doen dat het dan precies uitkomt. Ja, hier hebben we ook nog gewoon een tafeltje. Deze heeft dan twee stoeltjes. En, oh, ik ben een best belangrijk ding vergeten, denk ik. Want dit zorgt er echt voor dat je wat meer kleuren hebt. Even een flowerpot met een... Ja, blauwe bloemen bijvoorbeeld is wel leuk. Oké, dat gaan we hier ook meteen even doen. Ja, dat voegt meteen veel meer kleur toe. Ja, super, dat is heel goed. Ja, zorg gewoon voor dat het er een stuk beter uitziet. Oké, dus dit is wel goed, denk ik. En hier kunnen we misschien ook nog bookshelves hebben of misschien wat anders. Wat kunnen we hier nog eens hebben? Nou, ik weet niet zeker. Misschien kunnen we hier... Ja, ik weet niet zeker wat ik daarmee ga doen. Misschien kom ik er later nog op terug. Misschien kunnen we hier ook een bloemetje voor het raam zetten of zo. Laten we dan hier ook even een tafeltje van maken. Net zoals de andere. Ja, gewoon even een normaal tafeltje. Misschien nog met een stoeltje aan deze kant. Nou, dat is een beetje vreemd met die slab erachter. Ik laat het wel gewoon zo. Er staan hier natuurlijk al twee stoelen. Er is eigenlijk maar één bed. Dus zou er maar één iemand wonen of... Ik denk niet dat ik ergens nog een ander bed... kan plaatsen. En nou ja, het kan wel, maar dan is het zo, ja, een beetje in het hoekje, zeg maar. Oké, dus ik denk dat dit echt het vers is wat ik zou gaan met het met de zolder. Oké, ik wil dit even checken. Nee, hier kunnen we die, als we dit weghalen, dan vallen de bovenkant ook, dus dat is niet zo handig. Dan moet ik maar even gewoon zo doen dat je hier die muur niet ziet van ja, de bovenkant van die muur. En dit ga ik eigenlijk even overal doen. Want dat ziet er een stuk beter uit als je gewoon hout hebt. Oké. Dus. Hier komt wat opslag met wat spinnenweb en zo. Het is natuurlijk een zolder. Dat moet het ook een beetje uitstralen, zeg maar. Oké, een chest. Oh ja, wacht. Die is helemaal beneden. Ik pak het wel gewoon even zo. En cobwebs. Oké. En misschien ook een furnace of zo. Ik weet niet. Oké, dus dit wordt gewoon een beetje random. Het is niet echt een geordende zolder of zo. En dan spinnenweb daarachter. Overal een beetje. En ja, het zou cool zijn als we hier ook gewoon spullen konden laten liggen. En er is een nieuwe feature in het snapshot dat je... er is een nieuwe feature dat je items kan spawnen en... Dat ze dan nooit despawnen. Dat is misschien leuk om gewoon wat rommel op de grond te hebben, weet je wel. Ik weet dat het mogelijk is, maar ik weet het command niet uit mijn hoofd. Maar ik ga het even uitzoeken, denk ik. En als het, ja, als ik het best makkelijk kan vinden, dan wil ik het wel even doen. Maar ik wil ook daar niet heel veel tijd in steken, want het is maar een klein detail. Maar als ik het makkelijk vind, dat command, dan ga ik dat gewoon even doen. Oké. Ik dacht aan iets om op een zolder hier neer te leggen. En ik dacht... Misschien leather boots. Misschien als oude schoenen of zo. En het is een beetje vreemd. Want ik dacht dus dat er een hele code was. Die je moest... Nou, niet echt een code. Maar was een MBT tag die je moest toevoegen.
iets, ja, zodat het niet kon worden opgepikt en dat het niet kon despawnen. Maar kijk, ik kan het niet oppakken. En ja, ik weet dus niet of het gaat despawnen. Dus ik moet eigenlijk nog wel even die tag erbij doen voor de zekerheid. Maar ik weet in ieder geval dat ik het niet kan oppikken. Dat is een beetje vreemd dat gewoon automatisch gaat. Oh, oké, nu weet ik zeker dat het goed is. Dus het pick-up delay is heel erg hoog. Dus je kan het niet oppakken. Ook al kon het net ook al niet oppakken. En de age is heel erg laag. En dat zorgt er dus blijkbaar voor dat hij nooit gaat despawnen. Oké, dus wat willen we nog meer? Misschien. Tja, wat zou je nog meer op de zolder hebben? Ik denk een beetje aan oude kleren, maar ook gewoon oude spullen natuurlijk. Dus misschien een oude wooden pickaxe. Dat is natuurlijk iets wat je een paar keer gebruikte aan het begin van je game en dan eigenlijk nooit meer gebruikt. Dus dat is misschien leuk om op zolder te leggen. Oh, die is daar beneden. Nee, we kunnen hem nu niet weghalen. Ja, dat gaat dan. Oh, wacht, ik kan natuurlijk de lava pakken. Want ik geloof niet dat hij nu. Oké, dit is echt een heel dom idee om hier lava te doen, maar doe het maar even. Even kijken, even een lege bucket. Dit is niet zo slim. Oké, maar. Wat? Oh, het komt niet echt op de pickaxe, want het zat erboven. Oké, maar nu is het weg. Gelukkig, dat ging goed. Want je kan het ook wel. Je kan ook wel slash kill doen. En dan op naar alle entities. En die fout had ik net gemaakt. Ja, ik heb dus alles doodgemaakt. Alles wat in de wereld was. Want ik deed kill at 1 en dan kan je type instellen. Maar ik had iets fout getypt. Want ik wou dus het type doen, alleen items die op de grond liggen, vermoorden. Maar ik had dus iets fout gedaan. Toen ging alles dood. Dus ook de zombie miners zijn dood. Ze moeten een keer wat gaan doen of Kerma. Maar oké, we willen dus die wooden pickaxe hier misschien ergens. Oké, dus er ligt gewoon wat rommel. En wat kunnen we nog meer doen? Tja. Oh, misschien een oud boek. Ja. Even kijken, hoe noem je. Is het. Het is toch written. Nee. Book and Quill. Huh? Je kan toch een written book hebben? Of. Nee, dat heb je. Oh, dat heb je niet in het. Creative Mode Inventory. Nou, ik ga ervan uit dat het. Minecraft. Even kijken. Written book is. Hoop ik. Ja, dat werkt. Alleen zit hij nu precies op die pickaxe. Ja, dat mag ik niet echt. Ja. Dus die pickaxe moet even opnieuw. Oké, dat is wel goed. En dan gaat die pickaxe. Hier misschien. Kijk, pickaxe. Ja. Oké, en ik zet het command wel even in de beschrijving. Misschien willen jullie ook zoiets doen. Is misschien wel leuk als jullie. Command gewoon even kunnen kopiëren. Oké, wat willen we nog meer? dode plant. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, wacht. Ik ga dus heel even gewoon even kijken wat we hier allemaal hebben. En dan vind ik misschien. Oh, wacht. Een fishing rod. Ja. Gewoon deze random som op je zolder te hebben. Zeg maar wel, dat zijn dingen waar ik nu aan denk. Oké, dus. Fishing. Oh, dit is trouwens. Ik weet niet of ik het heb gezegd, maar dit is ook een nieuwe feature van Snapshot. Snapshot week 6 alweer. En dat is al een tijdje geleden. Dat je die age aan kan passen, dat ze nooit die spannen. Oh, jullie zien dat die leather boots nu zijn weggegaan. Dat was dus nog het verkeerde command, ook al leek het eerst goed te zijn. Oké, nog één klein dingetje. Wat willen we nog hebben? Anders doen we wel gewoon even een wooden sword. Oké. Zo. Wooden soort. Oh, wacht. Ik sta nu een beetje op de verkeerde plek. Kopieer dit heel even. En die doen we dan. Die leggen we hier gewoon even neer. Oké. Wooden soort. Ja, oké. Dus dat is wel leuk. Ja, het is nu echt een rommelige zolder. Dat is wel goed gelukt, denk ik. Dus dat is wel even een leuke nieuwe feature van de Snapshot. Die je misschien. Kijk, die feature kan je op deze manier wel gebruiken om mee te bouwen. Gewoon omdat het er misschien leuk uitziet. Want als je zo'n. Als je die feature in het Snapshot ziet, dan denk je misschien van. Oh, dat is alleen voor mapmakers. Dat dacht ik eerst ook. Maar nu heb ik er zeg maar toch nog wat aan in de Let's Build. Dus dat is ook wel leuk. Dus niet meteen denken van. Oh, dat is alleen maar voor mapmakers. Daar ga ik niks mee doen of zo. Of misschien ga je er wel wat mee doen als je maps maakt. Maar natuurlijk maakt niet iedereen maps.
En ook niet iedereen met ingewikkelde redstone zoals dat. Nou ja, kijk, ik vind het best wel ingewikkeld. Het kan echt heel ingewikkeld worden met al die MBT tags, maar ja. Oké, dus ik vind het wel leuk om te zien dat het dan uiteindelijk toch nog in Let's Build kan worden gebruikt. Oké, dus hier komen nog wat files en zo. Ik moet hier een beetje wat, wat verder naar buiten komen, denk ik. Anders is het een beetje vreemd dat het alleen maar rond dat huis is. Daar heb je natuurlijk wel gewoon stones. Dus ik ga op een gegeven moment ook wel ophouden, want ik ga dit niet helemaal vervangen met gras. Oké, misschien zo. Dan is het wel goed. Maar oké, dit ziet er best wel leuk uit. En ik geloof dat we ongeveer klaar zijn. Even kijken of er nog iets is wat nog veranderd moet worden. Oh ja, de verlichting natuurlijk. Ja. Ik denk dat het gewoon torches worden. Met fences. Ja, in ieder geval hier op de zolder. Want dat is natuurlijk niet echt een heel bijzondere plek of zo. Nou ja, het kan misschien wel een bijzondere plek zijn als je hier bijzondere dingen vindt of zo. Even kijken, waar gaan we dat doen? Misschien, ja, hier misschien. Even kijken. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Dat is wel genoeg verlichting voor de zolder. En dan, hier. Misschien een nachtlampje. En, oh, nu vind ik het weer vervelend dat het fence daar verbindt en deze kant niet. Dus ik doe maar gewoon even dat. En ik kan ze natuurlijk gewoon precies symmetrisch maken, die boekenkast. Maar ik denk dat het eigenlijk leuker is als het een beetje verschilt. Oké, hier kan ook nog wel. Nee, dat kan eigenlijk niet. nou, gewoon zo, dat is ook wel goed. En even naar nacht gaan. Even kijken hoe donker of hoe licht het hier nu is. Ja, het is wel goed, denk ik. Het is hier een klein beetje donker, maar dat kan ook wel, denk ik. Maakt niet zoveel uit. Oh, wacht, hier heb ik wat fout gedaan. Dat moet zo, dat heb ik hier overal fout gedaan. Oh, dat is misschien een beetje, ja, dat ziet er wat minder uit. Even kijken. Nee, dat is ook niet echt iets. Ja, ik heb er niet echt aan gedacht toen ik deze blokken aanpaste. En dat, nou ja, is het echt nodig? Misschien is het niet echt nodig. Even kijken, dat bed had ik eigenlijk nog even in mijn inventory moeten houden. Kijk, dat bed, dat gaat wel. Je ziet niet echt dat het blokje daar anders is. Maar dit, ja, dit wordt wel erg duidelijk. Maar maakt het ook echt uit? Weet je wel. Misschien is het nog niet zo heel erg. Ja, kijk, als je het zo een beetje op verschillende plekken hebt, is het ook consistent. Dus ja, maakt het misschien wel goed. Oké, je zit met deze dingen. Ze die spannen niet? Nee, lijkt er niet op. Alleen die leather boost met het verkeerde command. Oké, verlichting. Hier moet ook nog iets. Tja, waar gaan we dat doen? Er is niet echt veel plaats om een fence neer te zetten en dan een torch. Dus ik doe gewoon even zo en dat verlicht het wel goed genoeg, geloof ik. Oké, ik denk dat we eigenlijk ook nog wel een soort van lantaarnpalen nodig gaan hebben. Dus ik denk nu meteen aan fences, maar misschien is dat niet zo goed. Dit is natuurlijk wel erg simpel. Ik heb misschien een leuk idee met een ster. Misschien even kijken. Ster. Die staan helemaal onderaan. Oké, we doen hier even een blokje als een soort van hulpmiddel. En misschien willen we het ook nog op 3 blokjes hoog in plaats van 2 blokjes hoog. Dan misschien zoiets. Of is dat een beetje... Ja, is misschien een beetje raar. Dat is een beetje raar. Oké, misschien even zo doen. Nee, oh, dat kan niet, helaas. En als je hier een heel blokje doet, ziet het er ook een beetje, ja, vreemd uit. Dus misschien is een torch niet echt het goede ding. Misschien gewoon simpel glowstone. Misschien gewoon een heel simpele lantaarnpaal op deze manier. Ja, dat is misschien wel leuk. En ik ga deze zeg maar een beetje... Ik ga deze helemaal aan deze kant doen. Zo. Ja, en dan deze misschien hier. Een beetje verspreid is, zeg maar. En het ziet, ook, denk ik, ziet er denk ik ook beter uit als je er 2 hebt in plaats van 1. Ja, dat is best wel leuk. Dat voegt eigenlijk best wel wat toe. En ik denk niet dat we hier nog een boom gaan doen. Er is gewoon niet genoeg ruimte voor. Oh ja, misschien willen we hier voor de veiligheid gewoon een beetje dit hek een beetje door laten gaan. Zeg maar een beetje random gewoon. En het zou dan wel mooi zijn als dit een beetje doorging. Dat gras. Of misschien maakt het niet uit. Even kijken. Ja, gewoon. Ja, dit vind ik eigenlijk wel leuk. Dat je gewoon een beetje een hekje hebt. Niet echt helemaal
Ja, 100%, maar gewoon een klein beetje. Maar alleen, het hek heeft hier natuurlijk nog niet echt nut, want je zou hier gewoon vanaf lopen. Dus we doen hier gewoon nog een blokje op. En dan, ja, waarschijnlijk hier ook wel. Ja, gewoon zo een beetje random. Ja, dat is leuk. Oké, dan daar nog een faan. Dus gewoon even om de ruimte toch nog een beetje op te vullen. Dan willen we dat waarschijnlijk ook aan de andere kant doen. Gewoon een klein beetje. Ook al zie je deze kant waarschijnlijk. Ja, ook al zie je deze kant waarschijnlijk een stuk minder. Maar ik doe het wel nog even. Ik doe het wel nog even. Zo'n beetje. Oeps. Niet midden op het pad. Dat is een beetje vreemd. En dan zo. Ja, dat lijkt me goed. Gewoon een beetje random een paar hekjes. Ja, zorgt ervoor dat het er beter uitziet. En hier wil ik ook waarschijnlijk gewoon een beetje dezelfde lantaarns misschien hierop. Ja, dat verlicht het best wel goed. En misschien hier nog eentje. Ja, dat is wel goed. Is dat misschien te hoog of is het wel goed? Ik weet niet. Ik denk dat het wel goed is. En misschien willen we hier ook nog een lantaarnpaal. Gewoon eentje denk ik niet echt. Heel veel nodig. Oké, zo. En ik pak even wat snow om daar neer te leggen. Ja, eentje is eigenlijk wel genoeg. Dus ja, dat is meteen veel beter met wat verlichting. Dus ik geloof dat we eigenlijk klaar zijn met het huisje. Het is best leuk geworden. Dit paadje is ook heel leuk, denk ik. De kamers hier binnen zijn ook wel leuk geworden, geloof ik. Dus ja, ook even leuk dat we gebruik hebben gemaakt van de nieuwe features in de snapshot. Dus ik geloof dat we klaar zijn met het huisje. Misschien gaan we nu verder aan het dorpje. Nou, ik zie nog wel even wat ik ga doen. Oh, oké, ik heb denk ik wel even een leuk ideetje om hier nog uit te voeren. Ik denk op die plek, daar precies. Dus een beetje in het dorpje. En dan kan hier misschien nog een klein gebouwtje tussen. Wat ik wil doen is een klein vijvertje maken. En dat maken we natuurlijk ook bevroren. En we zorgen er dan voor dat er een beetje wat natuur omheen is. Wat bomen en zo. Misschien een paar bankjes en zo. Echt een soort van klein parkje. Oké, dit lijkt me eigenlijk wel een goede grootte. Alleen is het nog een beetje klein. Maar als ik nu hier nog een TNT laat opblazen. Dan wordt het weer een beetje groot, denk ik. Ja, dat is wel oké. Ik ga hier nog een beetje wat verder. Dus ik ga dit heel even wat verder uitgraven en zo. En ja, ik doe het water denk ik ook maar vast in. Dat is niet echt heel interessant om onkerma te doen. Oké, het is nu gevuld met water. Ik denk dat dit wel een goed niveau is. Ik ben hier zeg maar ook nog een beetje dieper gegaan op sommige plekken. Ja, hier vooral in het midden zeg maar. Ik dacht al dat je dat effect misschien een beetje zou zien, maar je ziet het niet echt. Je ziet alleen een plek die een klein beetje donkerder is, maar het effect valt niet echt op. Dus nu wil ik. Ik wil hier denk ik nog een klein watervalletje maken. Een heel klein beekje, zeg maar. Nou, wat hier een beetje vandaan komt, hier ergens een beetje in de bergen. Dus zo. En ik doe nu even, zeg maar, de schets ervan. Zeg ik maar. En dan. Ja, een beetje verbinden. Misschien zo een beetje. Misschien iets breder of is dat te breed? Nou, dat is wel oké eigenlijk. Oeps. En dan. Ja, dat is best wel goed. Even een bevroren beekje. En ik denk dat het hoe verder je boven komt, steeds kleiner wordt. Ja, dat is eigenlijk best wel logisch. Dus dan doen we gewoon even dat. En dan. Hier heb je natuurlijk nog wel een soort van. Ja, het gaat niet zo in het water. Het plonst natuurlijk een beetje daardoor. Heb je natuurlijk niet dat het zo gewoon recht op het ijs staat, zeg maar. Lijkt mij. Ook heb ik nog nooit echt een bevroren. Nou, ik heb wel een bevroren water. Nou, het is een tijdje geleden. Maar oké. Maakt niet echt veel uit. We doen even zo. En ja, dat mag ik niet echt. Ik doe even dat er nog bij. En hier komt natuurlijk wel overal sneeuw. Oh, hier stond geloof ik eerst een boom. En daardoor is de sneeuw hier weg. En daar is natuurlijk nooit sneeuw gevallen eigenlijk. Door die bladeren van de boom natuurlijk. Oké, dus ik doe even zo. En verlichting wordt natuurlijk wel een beetje een probleem. Want dit is natuurlijk een parkje. Ik denk niet dat daar de sneeuw weggehaald zou zijn. Dit is natuurlijk gewoon natuur eigenlijk. Dus ja, als je dan hier een toort zet waardoor de sneeuw weggaat, valt het misschien al snel erg veel op. Maar ik denk dat ik even een sapling pak. En even wat bone meal. En dan plaatsen we voor nu. Even nog een paar bomen. En die willen we misschien later nog verplaatsen. Maar laten we gewoon even kijken hoe die eruit zien. Naast het meertje.
Groei, oké. Ja. En dan hier misschien nog eentje. Of is dat een beetje... beetje onhandige plaats. Even kijken, gaat die groeien? Nee, lijkt er niet op. Dan niet. Misschien is dit wel genoeg. En doen we... Oh. Wauw. Wat heb... Oh, wacht. Hier stond natuurlijk een slab. Ja, dat is waarschijnlijk wel goed. Ik wil het niet, zeg maar, vlak voor het meertje doen. Misschien is deze al een beetje te veel aan de voorkant, zeg maar. Misschien moet die wat meer naar de zijkant. Dat je het meertje en de waterval wat beter ziet vanaf deze kant. Of deze kant, zeg maar. Misschien moeten we die nog verplaatsen. Oké, maar dat komt allemaal wel in de volgende episode. Het is wel, denk ik, even een leuk projectje. En dat zorgt ervoor dat het dorpje wat meer natuur heeft. En dan kan daar hopelijk nog wel een huisje tussen. En daar kunnen we in de bergen nog wat bouwen. Want het is natuurlijk nu nog niet echt een dorpje met alleen een smid en een vervallen huisje. En ja, dat huisje, maar dat hoort misschien niet echt bij het dorpje. Maar ja, dat was alweer alles voor nu. Tot de volgende episode.